Welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. We gaan het vandaag hebben over de welgemeende Surinaamse pom. Ons nationaal grote trots, ons grootste export. Het beste gerecht in de Surinaamse keuken, de Surinaamse pom. Maar wat weten we nou eigenlijk over die pom en hoe maak je dat nou het beste klaar? Er zijn veel discussies momenteel gaande over, zet je nou wel pikalili in die pom? Zet je wel supuwiri soepgroenten in die pom? Wat kan er wel in, wat kan er niet in? Ik ben geen pom-expert, alhoewel ik wel Mr. Pom ben. Maar we gaan vandaag even de straat op en dan gaan we mensen zelf aan het woord laten en hun vragen. Wat stop je wel of niet in de pom? We staan vandaag bij het winkelcentrum Kraaienes en we gaan een aantal mensen interviewen en gaan het hebben over het wel zo populaire recept, de Surinaamse pom. Hoe maak je het klaar? Wat stop je er wel in? Wat stop je er vooral niet in? En in welke blik wordt de pom bereid? Ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Het is nu even zoeken naar de juiste mensen. Het is niet heel erg druk op de markt momenteel, maar goed, we gaan even kijken of we mensen kunnen vinden. Ik heb het genoegen met mevrouw Amy Teitelbaum. Teitelbaum, een prachtige naam. En we gaan het heel even hebben over de pom, de Surinaamse pom. Maakt u wel eens pom? Jawel. Is het een van uw lievelingsgerechten of... Nou, niet gelijk lievelingsgerecht, maar soms lust je het wel. Zoals vanmorgen heb ik pom met brood gegeten. Zie je? Pom met brood in de ochtend, geweldig. Wat zet u allemaal in uw pom? Nou, in mijn pom gaat sowieso uien, tomaat, selderij, pikalili. En dat ga je dan mixen met zout. Maak je wel eens pom? Ik niet zelf, maar mijn moeder. Je moeder maakt die pom. Je durft het niet. Waarom maak je het niet? Omdat het steeds mislukt. Het mislukt. De pom-touch, ik weet het niet. Het gaat mis. Kruiden, weet je. Zout, zwarte peper. Dat mix je dan samen. En dan bak je je kip. Je jus, die moet het doen. Dus je jus moet lekker zijn. Want daarmee ga je dus die taaier draaien. Oké, dus het gaat om de jus. De jus van de pom moet lekker zijn. Aha. Dus gewoon alles wat ik heb gezegd erin zet. En je zet niet een lekkere jus erbij. Dan is het geen pom. Dan heeft je pom officieel geen smaak. Is het allemaal gelukt? Ja? Ondertussen zet je even je geld weg. Ja. We willen niet gezakkenrood worden hier op de markt. Maar als alvast hartstikke eet smakelijk voor straks. Het moet nog wel klaargemaakt worden uiteraard. Ja, ik ga even bijkomen. Ja, het is koud. Dan ga ik hem klaarmaken, ja, inderdaad. Nou, heerlijk. Eet smakelijk. Weet je, ik zeg altijd, pom is iets dat je na 20 generaties, 30 generaties verder in je leven misschien een keertje gaat proberen. Maar tot nu toe heb je een heerlijke pom. Wat zet je wel of niet in je pom? Spijkers. Oké, ik heb ook wel eens gehoord dat sommige mensen spijkers gooien in pom. Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat komt doordat als die taaier dan, jeukt. Of ze zeggen taaier krasi, weet je. En dan zetten ze een spijker erin of een stukje groene banaan. Oké, heb je wel eens gehoord dat sommige mensen spijkers zetten in hun pom? Wat? Ja, ze zetten een spijker in de pom dat het je niet bijt. Oké, prettige dag verder. Nog nooit, hè? Nog nooit. Oké, nou. Ik heb me nooit meegegeven. Ik ken dat niet. Aha, en heb je minder last van die jeuk? Dan heb je of het gaat helemaal weg, of het wordt minder. Oké. Nee. Kan je wel een klein beetje beschrijven wat je allemaal een beetje in de pom gooit, minimaal? Minimaal. Pomtaier natuurlijk. Mm-hmm. Kip. Ja. Chinese vruchten. Ja. Bouillonblokje. Ja. En knoflook, uien, tomaat. Ja, dat zijn zo'n beetje... Volgens mij zijn wel de... Oké, de belangrijkste dingen. En voor qua zuur, mensen gooien wat sap erin, de Chinese vruchten. De Chinese vruchten doet mijn moeder altijd erin. Ja. Daar komt voornamelijk de zuur vandaan, heb ik het idee. En ze doen niet zelf nog iets anders erbij wat het zuurder maakt. Weet je, heel veel mensen doen... Weet je dat het eigenlijk een geheimpje is? Dat het sap van de Chinese vruchten wordt toegevoegd in het recept. Oké. Niet heel veel mensen kennen dat en weten dat. Maar het is een beetje een geheim receptje wat mensen gebruiken. Nou, we moeten het goede recept. Wanneer het aankomt op, je hebt je pom op smaak gebracht. Je hebt het in die tel zitten lopen draaien. Uiteindelijk moet die pom de oven in. Of niet? De vraag is, waar stop je die pom nou in? Is het een schaal zoals deze? Een witte schaal? Of gebruik je dan voor deze ovenschaal? Mensen, ik moet heel eerlijk zijn, hè. No banga spotu. Je kan bepaalde dingen niet maken wanneer je een pom maakt. Zijn er bepaalde richtlijnen waar je aan moet houden. Wat zag ik laatst voorbij komen? Nee. Ik zag een ronde pom. Mensen,
Een ronde pom. Dit kan je gewoon niet maken. Beschrijf uw favoriete pomblik. Mijn favoriete pomblik, hoe moet ik het zeggen? Het heeft de roze buitenkant. Weet je, kan ze... Ik heb een tas bij me. Misschien moet u heel even kijken. Dus uiteindelijk gaat uw pom in deze blik? In deze, of ik heb mijn eigen blikken die ik uit Suriname heb meegenomen. En dan doe ik het daarin. Kan het zo'n formaat zijn, kan iets langer zijn. Hangt er vanaf hoeveel taaier je gebruikt. Oké. Ik heb sowieso 2 zakken taaier. Oké. Dus dat gaat in. Oké, als laatste heb ik nog 2 vragen. Toch? Ja. Nee, maar je zegt, je ziet de pomblik. De vraag is, welke blik gebruik je voor de pom? Dus welke blik komt hier in het meeste in de buurt van wat je gebruikt? Deze komt me erg bekend voor. Ja. Maar dat is meer voor feestjes en dat dus soort dingen. Dus deze? Gebruiken we dit? Ja. En die echte braadslee, zeg maar. Die harde. Die harde, hè? Die stevige grijze hier. We hebben allemaal verschillende blikken meegenomen. Dus deze, dit zijn die blikken waarvan een naam is geschreven op die zijkant van die blik. Dan weet je precies welke tante en oom het is. Nou, eigenlijk op feestjes en zo, dan gebruik ik mijn moeder altijd, zeg maar, deze. Ja. Want die is wegwerp. Ja. Niet met af te vragen van, goh, weet je, waar is mijn blik of dit of dat. Ja. Oké, heb je dat niet tot je beschikking, dan kunnen we allemaal wel deze. Ja, ik heb even het kleine voorbaat ervan genomen. Maar dit is de pom der pomblikken. Als je even een snelle jelle pom moet maken. Of een pom maakt voor iemand. Voor een feest of een partij. Maar je gaat niet het volgende doen. Kijk hier. Mensen. Kunnen jullie... Dus die generatie. Die bezuinigingsgeneratie die in dit soort blikken een pomblik maakt. Laten we kijken wat mensen op straat ervan vinden. Gebruikt u wel eens deze pomblik? Ik heb wel mensen gezien die het gebruiken, maar ik gebruik het niet. Dus deze pomblik, ik zie het ook vaak hoor, feesten. Het is geen pomblik. Het is geen pomblik, het is een stuk afval. Nou ja, goed, ik zie het ook steeds vaker. Feesten en partijen wordt de pom hierin klaargemaakt, ik weet niet. Dus dat is wat ik bedoel. Je kan geen pom maken in een dergelijke blik als deze. Het is wanneer je het leven niet meer ziet zitten, dat je een verkeerde soort bezuiniging wilt toepassen op je blik. Dan heb je om je geld uitgegeven om die pom te maken. Je hebt je vlees gevuld. Overigens, als je je vlees wil hebben, kan je het beste gaan naar Krijnesmarkt. Want bij deze gozer, de jongen, hij heeft goed vlees. En de beste poelier van het land. Met wie heb ik het genoegen? Je hebt hier genoegen met Dennis. Hé hey Dennis, wat is je kip toch lekker? Wat staat het er allemaal lekker bij? En je prijzen zijn goed, man. Godverdomme, joh. Lekker stukje kip. Dus als je een lekker kippetje wil hebben, dan ga je bij Dennis langs. En die heeft hier zelfs van Surifood ook heel mooi in het assortiment de lekkere rookworsten en de lekkere worstjes met Madame Jeannette. Dus dat ziet er goed uit. Hé hey Dennis, later. Mazel. Dan nog erger. Nog erger. Sommige mensen denken ze dat ze pomp kunnen verwarren met een kapsalon. Kill. Wat doe je? Je maakt geen kap... Hoe is een kapsalon pomp? Het is geen kapsalon wat je maakt. Dat je... Kiddy blik. Flinterdun. Wat moet je ermee? Helemaal niets. Kiddy blik. Dus luister. Pom maken we niet in kleine formaten. Hallo. Pom is een dikke tire. Dikke pomblik maak je en daar maak je die pom mee. Om een kapsalonpom te maken ben je helemaal gek geworden. Wat nog erger, nog erger. Huh? Ik zie ook dat sommige mensen een mini pom maken. Klopt. Ik vind niet dat je een mini pom kan maken. Het is geen kapsalon wat we maken. Dus we eten geen mini pom. Nee, wij eten sowieso geen mini pom. Oké. Maar kan je voorstellen dat sommige mensen kapsalon maken? Ze maken mini poms. Dit zijn die blikken die je tegenwoordig op internet ziet. Mensen. Ik heb op feestjes gezien dat ik steeds meer van die kleine mini-pommetjes, zeg maar, zie. Ik vind het niks, man. Het gaat nergens over Stop de Oosten. Het kan niet. Maar wie maakt er dan een kleine mini-pom? Pom is gelijk 20 mensen, 30 mensen moeten van die pom kunnen eten. Dus dit kan niet meer. Nou goed. En het allerergste wat ik ooit heb gezien, God lieve hemel, u gaat het niet geloven, is een pom die klaargemaakt is in een springvorm. Nee, Koek, ja, is toch erg. En het meest erg wat ik ooit heb gezien, kan je volgen, dat pom in een springvorm wordt gemaakt. Nee, sorry. Nee. No, homie, don't play like that. Nee, ga het niet doen. Rem dat ding. Nou, en als laatste, het voelt niet goed. Nee,
spring voor. Alsof je taart aansnijdt. Nee, kan niet. Nee. En dat was zo'n puntje. Ja, 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 ja. Dit soort dingen doe je wanneer je het leven niet meer ziet zitten. Dat je het lef hebt om je pom taaien in een rond. Ik kan het niet zo overschouw noemen. Mensen, wat is dit? Is om een salade dicht te maken. Maar hier ga je geen pom in bakken. Iedereen weet, de beste pomblik is die pomblik die je bij je tante kan vinden. Of bij je moeder of bij je oma thuis. Waar die familienaam in grote letters op die pomblik is geschreven. Pina's of in dit trouwens familie. Je gaat never die pomblik zomaar in bezit kunnen hebben. En die Vosteen pomblik, in dat soort blikken maak je pom. Niet om een discussie te veroorzaken, heb ik nog even een vraag. Uiteindelijk heb je je pom klaargemaakt. Het zit in die tel. En vervolgens moet het de oven in. Doet u klontjes op de pom, boter? Klontjes boter op de pom niet? Nee. Want kijk, de pom... De taaier moet verzadigd zijn met je jus. En je jus heeft ook vet. Dus als dat verzadigd is, hoef je geen klontjes erop te zetten. Want dat doe ik nooit. Maar u kent het wel dat mensen klontjes boter... Ja, ik ken dat wel, maar ik doe het niet. Zie je, het is toch een kamp 50-50. De een doet het wel, de ander doet het niet. Maar de jus is dus heel belangrijk om op smaak te brengen. Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt voor het meedoen. Je was echt geweldig. Dus mensen, nou bang aanspotten, oké? Okay? Als je geen pom weet te maken in de juiste soort blik, oké? Okay? Vraag dan of iemand, die tante of oma of moeder van je, om die pom voor je te maken. Want we gaan niet experimenteren met onze nationale trots. Weet je geen pom klaar te maken in de juiste blik? Ja? Stop met die onzin. En ook nog fuga mi idee. Bedankt voor het kijken. Dit was een aflevering van Find the Creator. We hebben het gehad over wat zet je wel of niet in je pom. Spijkers. En wat ga je uiteindelijk die pom bakken in de oven? En voor die mensen, luister dan, hoe zit het met die klontjes? Zet je klontjes boter op je pom? Bedankt voor het kijken. Ik ben Find the Creator, ik maak dit soort filmpjes op YouTube. Volg mij, support mijn kanaal op YouTube. Find the Creator, één woord. Like en subscribe en deel deze video met al je pom-liefhebbers. Bye bye. Maar goed, nou, hartstikke bedankt voor het meedoen. Graag gedaan, hè? En eet smakelijk voor later. Ja.